Goedemorgen, lieve kijkers. Weekje 4, dagje 1. Moeten we het over vorige week hebben? Je hebt vast de vlog gezien. I've been a bad boy. Ik heb vorige week wat slippertjes gehad. Slippertjes. Nee, ben ik niet blij mee. Maar vooropgesteld dat we deze week en de rest van de week wel gewoon goed gaan knallen. Nogmaals, ik voel me goed. Af en toe had ik die dip weer. Maar ik ben vandaag wel een klein beetje moe. Maar misschien omdat ik even weer in een andere patroon zit. Natuurlijk, de horeca is weer open. Maar het is nu gewoon weer maandag en we gaan gewoon weer lekker knallen. Ik stap net de auto in, mensen. Was helemaal vergeten, is code oranje. Het waait heel erg. Maar we gaan gewoon het veld op. Er is gelukkig niets dat daar kan waaien. Dus we gaan gewoon lekker trainen. Ah, je ziet het. Alles even uitgesteld. Even snel een douche nemen. Natuurlijk weekje 4, dagje 1 hebben we gehad. En een beetje met moeheid, een beetje moe gestart. Maar ondertussen heel veel leuke reps gedaan. En zit tevreden. Blijf kijken voor morgen. Oh nee, morgen doe ik buikspieren thuis. Ik ben vrij namelijk. Ciao, ciao! Nu ga ik aan de slag. Vandaag is het, we zitten natuurlijk in weekje 4, dag 2. En normaal doe ik ongeveer 40 en bijna 50 kilometer fietsen. Ga ik vandaag volledig focussen op de buikspieren. Waarom buikspieren trainen, denk je? Buikspieren trainen, buikspieren. Het begint toch allemaal in de keuken? Dat is wat je afvraagt. Ja, inderdaad. Het begint allemaal in de keuken. Maar naarmate je een oudere leeftijd bereikt, zou je zeker meer tijd in de keuken moeten spenderen. Maar jouw spieren rondom jouw core, jouw buik, die raken ook een beetje verslapt. Dus je moet ze wel verstevigen. En ja, je vetpercentage zou tussen de 12 en 13 en 14 moeten zijn. Zodat je buikspieren kunnen tonen. Ik heb geen tripod om dit voor jou neer te zetten. Dus ja, dit is de plek waar ik ga liggen. Oh. Hoppa. Wat ik namelijk ga doen, ik ga reverse crunches doen. Dus dat wil zeggen, met mijn benen liften. Puntjes omhoog. Billen liften van de grond lichtjes en benen naar boven wijzen. Ik ga wat scissors doen. En voornamelijk bicycle crunches ook. Cross ga ik ook doen. Ik ga lekker aan de slag. En dat doe ik voor 15 minuten. Wanneer het pijn doet, probeer dan dus wel eigenlijk net 3 of 4 extra te doen. Pak gewoon lekker je rust en pak het gewoon weer op. Het heeft allemaal niet met een tempo te maken. Het gaat erom dat de houding goed is en dat je de correcte spieren kan raken. Ik ga lekker aan de slag, blijf kijken. Morgen wordt het denk ik toch wel leg day of upper body day. Ik check het even. Laters! Ja mensen, nog steeds week 4. Week 4? Ja, week 4, dagje 3. En ik moet zeggen, een beetje op de luie bank nu. Vandaag niks gedaan, hoewel ik had gezegd dat ik wat burpees zou doen. Heb ik die niet uitgevoerd. Na werk zou ik nog wat barbelt, bicep curls doen. Ook niet gedaan. Dus en voor morgen vraag mij mijn trainingspartner om te gaan. En op dit moment heb ik al gezegd, ik weet het niet. Dat is niet goed. Puur omdat een beetje werkstress een beetje bij komt kijken. En dan is juist sport een uitlaatklep. Maar hoe ik me nu voel, zeg ik gewoon nee. Maar ik ga even kijken. Ik moet gewoon mijn tas mogen meenemen. Of ik moet morgenochtend gewoon gaan om even te knallen. Want dit is het moment van life changing. Dus blijf kijken om te horen, om te zien wat het is geworden. Ciao, ciao. Goedemorgen. Weekje 4. Dag 4. Ik zou op het veld staan, moeten staan nu. Dat heb ik weer niet gedaan. Maar ik ben hier wel begonnen om een paar mountain climbers te doen, buikspieren te doen en wall sit.
Die drie oefeningen doe ik vandaag voor ongeveer 20 minuten lang. Ik neem wel mijn tas mee, af voor als ik eventueel vanmiddag nog de kans krijg om te trainen. Dit doe ik niet meer. 'S ochtends, eerste ding wat je doet, trainen, dan word je nooit meer afgeleid. Neem dat als een tip van mij aan. Mocht je een ochtendmens zijn natuurlijk, ik ga verder. Ciao, ciao. Zoals je het kunt zien, ga ik, vandaag is het, ik ben niet aan het vloggen. Week 4, dagje 4, vanochtend al een kleine sessie van 20 minuten in de badkamer gedaan. Hoewel wel een, mag ik even vloggen? Zelf hier, kan ik niet even gewoon een videootje maken. 20 minuten in de badkamer was niet genoeg. Ik ga nu even nog wat push-ups doen. Ik ga alles doen, een total body workout, maar we gaan niet denken. Heb je gesport vandaag? Nee, ik heb niet gesport vandaag. Ik ga dus, alleen het tempo is ook best warm hier, dus ik ga zo meteen even wat anders aantrekken. Ik ga gewoon dus, het gaat niet nu om cardiovasculaire oefeningen, dus ik ga niet echt de tempo, dat is gewoon wat lager. Het gaat om de uitvoering en dat wordt straks een beetje de statisch, ga ik alles uitvoeren. Wat ga ik doen? Ik ga gewoon wat push-ups doen. Ik heb deze neergezet, zodat ik meer diepgang kan krijgen, dus dat mijn borst meer naar de vloer kan. Ik ga squats doen, diverse squats met de 14 kilo kettlebell. Ik ga lekker aan de slag. Weekend nader, dus dan ga ik zeker niks doen. Dus het moet vandaag. Ciao. Zonder warming up. Ik ga niet alles voor jullie filmen. Maar wat ik bedoel, is aan de hand van deze beugels kan je dan dus meer diep gaan krijgen. Dus wat je krijgt, is dat je armen dan dus meer hier zijn, waardoor je meer je borstspieren, dus je pec major spieren, gaat triggeren. Dus op het moment dat ik deze beugeltjes gebruik, doe ik gewoon die een klein beetje bij. Zes keer 10 push-ups ga ik doen. Ik ga 6 keer 10 squats doen. In diverse variaties, dus het worden drie varianten. Dat wil zeggen 3 keer 60, 180. Woehoe, zo, is aardig hoor. Wat ik ook kan doen. Ik kan ook gewoon simpel doen, wat lunges doen, reverse lunges. Zo ga ik me even van maken. Het is best wel warm. Je kan ook echt merken dat ik echt geen binnensporter ben, want ik, de lucht, het is niks voor mij. Het is niks voor mij. Ik ben een buitensporter. En dan ik denk dat ik dat zou blijven. I need it. Van het weekend sta ik weer op de schaal om te kijken van, ja, heb ik een succesje geboekt of niet. En laat ik jullie weten. Dagje 5 van weekje 4. Ik ga even lunchen, bakken wat kipfilet, wat eitjes er doorheen. En dan is dat het. Misschien hoor je het al een beetje aan mijn stem. De telefoon boven rinkelt. Ik werk thuis vandaag. Ik heb eigenlijk bijna niks gedronken. Bijna niks gegeten. Ik heb enorm veel druk. Iedere mail die er binnenkomt, doe dit, doe dat. Maar ja, ik ben niet hier om over werk te praten. Dan ga je twijfelen, train ik te veel. Ik heb geen last meer van suikerdipjes of zo. Ik heb eigenlijk weinig getraind gisteravond, terwijl we even. Ja, in principe, het is gewoon veel werk. Iedereen die ik spreek, die heeft het over. Dus moet ik dan dus wel blijven sporten om energie te sparen. Maar ik denk juist dat sporten enorm helpt
door mij hier doorheen te slepen. Moeilijk. Het is gewoon even lastig. Dat wil ik gewoon even melden. Maar hopelijk na het weekend ben ik gewoon weer fris en vrijdag. En dan ga ik er gewoon weer tegenaan. En dus blijf kijken. Ik moet naar weekje 5. Ik heb nog 5, 6, 7, 8. Ik heb nog 4 weken te gaan. Blijf me volgen. Kijk wat ik doe. Kijk wat er gebeurt. En wat de resultaten zijn. Ciao, ciao. Ja mensen, nog steeds weekje 4, dagje 6. Het is dagje 6, zaterdag. Ik ga even op de weegschaal staan en dan wordt het super spannend. Normaal doe ik dat op dagje 7, maar laten we aangezien ik minder gesport heb. Hey, dat ziet er goed uit. BMI en al de rest. Hey, dat is omlaag. Succes, succes, succes. Dat gaat de goede kant op. Maar wat ik toch wel nu even ga doen is, ja, 20 minuten rennen. Of 10 minuten heen. Er is een parkje hier dichtbij. Even wat chin-ups doen. Even gewoon ontspannen. Even wat relaxen. En dan ga ik 10 minuten terug. Of 15 minuten is het. Dus ik ben 30 minuten aan het rennen. Ja, en dat is het. Je zag de getallen al. Vanaf nu ga ik geen gewicht meer laten zien. De komende 4 weken. Dus pas in week 8 zal ik het eindresultaat zien. Yes? Ciao, ciao. Zware benen, maar toch is het soms verstandig om toch even te proberen. Lekker ontspannen door even een rondje te rennen.